Yo mensen, welkom bij deze gloednieuwe video. Welkom, 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 welkom. En nog AliExpress. Is het betrouwbaar? Nee. Je kunt je zien van heel veel dingetjes, dus qua producten of wat dan ook van AliExpress. Dus bij wijze van spreken een Xbox controller van vroeger. Of ja, stickers voor je telefoon. Poppetje van Steve Jobs. Of oortjes of telefoons. Dat is gewoon allemaal nep. Er zit gewoon Chinese spul op. Net zoals dit. Zoals die kasautootjes. Is gewoon allemaal nep. Het ziet er misschien echt uit, maar het is gewoon heel goedkoop gemaakt, gebouwd. Met hele goedkope rotzooi. Maar moet je dit eens zien? Dit is allemaal ook goedkoop. Je krijgt er allemaal, wordt het heel veel auto's al erbij. Dit is allemaal gewoon nep. Het lijkt echt, maar het is gewoon, wordt het nep. Het is niet van ijzer gemaakt, dat is meer een beetje van aluminium gemaakt. En je kunt beter dingen bouwen van ijzer dan aluminium. Maar ja, als je dit ziet of wat dan ook, dit soort dingen ook, auto's of wat dan ook, op AliExpress. Niet bestellen, het is gewoon allemaal nep. Natuurlijk hoor ik mensen nu zeggen van, maar Joe, je bent gewoon jaloers. Ik ben helemaal niet jaloers of wat dan ook. Nou, ik vind het gewoon niet vertrouwbaar. Moet je kijken, dit is gewoon ook puur nep. Dat is gewoon niet van plastic gemaakt. Het is gewoon van stevig, goedkope rotzooi van plastic gemaakt. Net zoals dit. Dit is gewoon ook nep. JBL oortjes. Het is gewoon nep. Het is gewoon, wordt het goedkoper, wordt het spuldefilm. Wat na een paar weken stuk gaat. Of zoals dit. Ze zeggen, soms Galaxy S10 Plus opladen is gewoon nep. Het is gewoon goedkoper rotzooi, zodat je telefoon in de fik kan vliegen in één keer. Of dit. Dit geloof ik ook helemaal niet. Zo'n speciale kluis is gewoon ook helemaal nep. Of wat ik moet voorstellen, maar dit is gewoon nep. Het is gewoon van de vrachtwagen afgevallen. Of dit is ook heel erg nep. Een kart ding is. Het is niet betrouwbaar. Want de meeste dingen van wat uit Japan komt of uit China is gewoon echt puur nep. Net zoals dit. Dit is gewoon niet betrouwbaar. Het is volgens mij iets voor je telefoon op te wegen of iets dergelijks. Om voor iets te bouwen. Maar het is gewoon nep. Want als je dit doet, dan ben je gewoon zo dom bezig. Moet je kijken wat hij doet. Wat doet die guy? Het ziet er niet erg betrouwbaar uit, vind ik. En ja, dit is gewoon achter allemaal nep. Net zoals we denken, wat is nog meer nep? Dit. Dit is een van de voorbeelden. PlayStation 5. Dit hebben ze gewoon serieus van Sony weggejat. Zodat hun denken van, we zetten gewoon wat Chinese spullen erop. Want als je zo ziet, het ziet er echt uit, maar het is gewoon nep. Want het gaat. Het is echt niet hoe het van het beste spul. Of deze zoals de S20 Plus van vorig jaar. Je kunt het nu al zien, het is gewoon nep. Want daar zit een cameragat, dat hij in het midden hoort. Het is gewoon dus nep. En kijk naar die camerafunctie. Want zover dat ik weet zit het lampje aan de onderkant. Dus het is gewoon helemaal nep. Maar dit is gewoon echt allemaal nep spul, jongens. Mochten jullie ooit aan mij vragen van, Joe, wil je ooit dingen bestellen via AliExpress? Nee, ga ik niet doen. Is het betrouwbaar? Nee. En als mijn cavia die loopt niet zo. Net als dit. Apple, hoe heet het? Apple spul. Moet je hem dus in de badkamer dus kleven. En die T-code zetten dus erop.
Maar het irritantste is gewoon, als je dit soort dingen bestelt qua Chinese spul. Het is gewoon niet betrouwbaar. En ze maken het zo gevaarlijk over. Dus ze zullen zo betrouwbaar overkomen, zodat je het koopt. Kun je goedkope oortjes krijgen op AliExpress? Ja. Kun je goedkope telefoons krijgen op AliExpress? Ja. Is dat je geld waard? Nee. Want zoals dit. Wat is dit dan? Het is een toetsenbord voor je laptop. Dus voor zo'n matje. Zelfs bij de Action is het nog goedkoper. En is het ook goedkoop en veel betrouwbaarder. Dus dat moet je gewoon niet kopen. Of dit. Een PlayStation box houden. Is op zich wel handig. Dus dit is misschien wel echt iets om aan te raden. Maar ja. Dat is misschien wel om het aan te raden. Maar ja, het gaat op een gegeven moment toch een keer kapot. Of dit. Dit is ook echt nep. Dit zijn gewoon oortjes. Gewoon wordt dat nep oortjes. Dus echt met van die nepspul erin. En het lullige is, als je iets koopt via AliExpress, kun je vanuit gaan dat er geen garantie bij zit. Zoals dit. En wat is dit? Accu-achtig iets. Ik weet niet wat het is. Maar het ziet er niet betrouwbaar uit. Of zoals dit. Telefoonhoesjes. Wat de fuck moet je met een telefoonhoesje als je op bol.com of op bol.com veel goedkoper kan krijgen met een, of wat zijn dit, stickers of zo? Ja, dit zijn duidelijk stickers. Ik snap niet dat mensen het willen hebben. Of zelfs, ja, het is echt belachelijk voor woorden, maar dit is gewoon puur nip. Kijk maar naar dit wijze van spreken. Dit is gewoon een telefoon van een of ander bedrijf. En er is toegevoegd van, het is 4G, ready, 5G, ready, 128 gigabyte, staat hier. Of je kunt een plus verder oog krijgen met 512 gigabyte. En je kunt hem uit verschillende soorten terabytes bestellen. Dus 128 en 8 gigabyte en een van 12 gigabyte en werkgeheugen. Het is gewoon allemaal nep. Het ziet er misschien echt uit, maar ik ken mensen die hebben dingen besteld op AliExpress en zeggen van, had ik het maar niet gedaan. Bepaalde dingen kun je gewoon op AliExpress bestellen, zoals hoesjes, goedkope hoesjes of wat dan ook. Of oortjes houden zoals deze dingen. Dat kun je misschien voor een laag prijsje kopen. Maar is het je waard om heel lang te wachten tot iets uit China besteld wordt? Nee. Is het echt je waard? Nope. Je kunt beter uit Nederland gewoon nog, voor wordt het nog, wijs van spreken, nog een tientje extra veel uitgeven. En dan weet je zo dat je het over 2 dagen in handen hebt. Zoals dit. Je zullen de S20 Ultra afkrijgen met een Chinese toestel. De S21 Ultra is niet groen, is ook niet in deze kleur en de camera zit in het midden, is ook niet bruinachtig, het is gewoon echt allemaal nep. Ze doen het om de bedrijven af te kraken en oortjes ook niet betrouwbaar. Maar het enige wat betrouwbaar misschien is, is misschien wel hoesjes of deze dingen, hoesjes voor je oortjes of voor Apple oortjes of wat dan ook. Of van die staafjes, dus die oortjes waar je dingen aan vast kan kleven of wat dan ook. Dus van die siliconen oordoppen bedoel ik, die zijn misschien wel betrouwbaar, maar verder, nee. Geen aanrader. Maar natuurlijk zullen er wel wat dingetjes bij zijn dat je zegt van, nou, dat misschien wil ik wel doen. Maar bestel geen telefoons, geen tablets, geen iPads, geen computers of wat dan ook. Want er zit geen garantie bij. Zoals dit. Een iPad.
Het ziet er heel erg echt uit, maar het is gewoon een nep iPad. En het draait misschien wel op iOS, maar het is gewoon een nep. En meestal zijn ze of tweedehands, of ze zijn, of het is iets mee gebeurd dat ze daarom voor een heel veel lagere prijs verkocht worden. Zoals deze, die heb ik gisteren behandeld in de video. iPad mini. Kost wordt dat zonder AliExpress kost het bijna 500 euro. En hier kost het maar 100 euro. En ik geloof dat wordt dat AliExpress gewoon wordt de Europese marktlijn wil afschaffen en een rotzooi willen verkopen. Zoals dit. iPads niet kopen. Of de iPhone waarschijnlijk. Ja, kijk. En het grappigste is, ik ken een YouTuber, Uber Quinn, die heeft een keer een iPhone gekocht op Wish. Ook een soort van Alibaba website. En het was gewoon een Android. Dus dit zou je zeker weten, ook als een Android krijgen meegeleverd. Is het je geld waard? Nee. Als je je eigen geld verrotzooit, is het dan waard? Nope. Is misschien een leuke proefuitdaging? Nee. Want het ziet er zo echt uit dat je wel als persoon zijn gaat twijfelen van moet ik het meenemen, moet ik het niet meenemen. Maar iedereen die kan het zo een paar druppels water zien dat het niet betrouwbaar is. Want ik heb deze video gemaakt niet om, wordt het, om AliExpress af te kraken, want ze hebben ook goede dingen. Maar zoals smartphones en dergelijke dingen, doe maar niet. Zoals deze. Die kost nu in Nederland wel 120 euro. En moet ook van 2 jaar oud. Het ziet er heel erg echt uit, ook vanwege de druppel en vanwege die vingerafdrukscanner en 2 camera's. En het scherm. Maar ja, dat is gewoon niet betrouwbaar. Ik vind het in ieder geval van niet. Ook als je op zoek tap, dan krijg je al verschillende soorten afdelingen. Dus opladers, tablets, hoesjeshouders, tablets zelf. Tel die eigenlijk wordt dat niet niks waard zijn. Zoals deze wij spreken. De Samsung Galaxy S-Tab 7. Het ziet er zo erg echt uit dat ze willen dat jij die producten koopt. En dat jij met die goedkope rotzooi zit. En diegene verdient een bak vol met geld mee. Het is gewoon puur nep. Tuurlijk, AliExpress verkoopt heel goede dingen. Daar ben ik ook een voorstander van. Ze verkopen siliconen oordopjes of wat dan ook voor een heel laag prijsje. Maar zoals dit, Samsung Galaxy Buds. Ik geloof niet dat. En ze hebben het tekentje natuurlijk ook opgezet, zodat je gelooft dat het Samsung Buds zijn. En het zijn gewoon hele goede kopen Samsung oortjes. En die draaien niet op de Samsung functie. Want ik ken iemand en die heeft ook zo'n doosje. En die kun je eens niet met de Samsung app zelf niet mee verbinden. En die komen van AliExpress. Dus jongens, koop het niet. Het is je geld niet waard. En dit is gewoon even een waarschuwing video voor de mensen gaan vragen ooit een keer van of ik een video wil doen van spullen bestellen via AliExpress of via Wish. Ik ben niet van plan. Het is allemaal goedkoop, 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 goedkoop. En ze doen het om jou als persoon zijnde blij te maken met goedkope spullen. Maar het is hele goede rotzooi voor een heel laag prijs. Dus jongens, ik hoop dat jullie blij zijn met deze waarschuwingsvideo. En nu zijn we waarschijnlijk met z'n allen hartstikke blij. Net zoals dit. Dit is gewoon fake. Een iPad. Wat op een normaal website. Zoals bol.com of Coolblue of Mediamarkt. Een paar honderd euro's kost boven de paar honderd euro. En hier voor een heel laag prijsje. Maar ja. Is het je geld waard? Nope. Misschien telefoonhoesjes wel. Of misschien hele goedkope glasplaatjes. Tenzij dat jij wilt dat je telefoon snel kapot gaat. Dan wens ik je veel plezier met een nieuwe telefoon te kopen.
Mijn oesjes zijn misschien wel betrouwbaar, siliconen oordopjes. Maar verder kun je beter gewoon niks goed bestellen. Want doe het gewoon niet. En dan zeg ik één ding, bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet te abonneren, zeg ik één ding, laters.